Men heeft in 2022 gezien dat als inflatie stijgt, dat dat een probleem is voor correlatie tussen aandelen en obligatie. Ze gaan in dezelfde richting performeren, dus de correlatie was positief. Het is iets dat we niet kunnen uitsluiten voor de komende maand. Inflatie daalt weliswaar, maar we hebben heel wat uitdaging die zou kunnen maken dat de inflatieomgeving minder betrouwbaar, minder stabiel zou kunnen zijn en daardoor correlatie tussen aandeel en bond zou weer kunnen stijgen. Daarvoor zou ik beleggers aanraden om te kijken verder dan puur aandelen en obligatie ook naar alternatieve activa. De welke zijn steeds meer toegankelijk voor retailbelegger en kunnen zeker toegevoegd worden aan een strategische asset allocation. Ik denk bijvoorbeeld aan hedge fund, ik denk aan private credit, ik denk aan infrastructuur bijvoorbeeld. Allemaal inderdaad strategie die kunnen helpen om 1. Diversificatie te bieden aan portefeuille, inflatiebescherming en ook inkomen genereren en opnieuw deze overkoepelend inkomen thema. Met andere woorden, ondanks de volatiliteit van de voorbije dagen vanwege de Europese verkiezing en de problemen in Frankrijk, zien we nou toch wel dat monetair beleid in de tweede jaarhelft een rugwind gaat worden en dat dat positief zou moeten zijn voor de meeste financiële markten. We zien een beetje kans overal.